Een reportage van de Rome-reis. De excursie naar Luxemburg. Docenten geven antwoord op persoonlijke vragen. Dat en meer in deze aflevering van het Barletjournaal. Hallo allemaal, welkom terug bij het Barletjournaal. Deze aflevering staat grotendeels in het teken van de reizen die onlangs gemaakt zijn door de vijfde klas. Maar eerst hebben we een speciaal interview voor jullie. Op dit moment zijn onze zesde klassers nog druk bezig met de laatste examens. Daarna moeten we helaas afscheid van ze gaan nemen. Onze verslaggever Crimson heeft de zesde klassers geïnterviewd over hun favoriete herinneringen aan de school. Wat is jullie favoriete herinnering aan het Barletjournaal? Jullie zitten hier al 6 jaar. Nou, KT100 natuurlijk, daar hebben we lekker. Ik vond KT100 echt heel leuk. Het was een klastoernooi voor alle oud-leerlingen. Nou, ik vond het heel leuk met KT100 dat we gewoon met oud-Barleanen dat allemaal konden doen. En dat we dat... De Rome-reis vond ik heel leuk. De AK-reis vond ik heel leuk. En de klassentoernooien. Rome, denk ik. Ja, Rome. Klassentoernooi. KT100. Ja. Ook de klassentoernooien, ondanks dat onze klas altijd laatste was. Jullie zitten dus al 6 jaar op deze school. Is er een speciaal bedankje dat je wil geven aan iemand? Ik wil graag Fred bedanken, mijn wiskundedocent. Aan Margriet voor haar leuke zorg en aan Richard natuurlijk. Wolter, dankjewel. Ik wil heel erg Margriet bedanken voor de afgelopen hopelijk 6 jaar die ze me superleuk gemaakt heeft met alle projecten die er op school zijn en me zo met open arm ontvangen heeft. En ik ben heel erg blij dat ik een echte Barleaan geworden ben. En Max heeft ook natuurlijk haar vrouw Mirabel, want die heeft altijd goed Nederlands aan ons gegeven. Ik ga mijn babe Adelheid heel erg missen. Ik wil ook graag Imme bedanken, dat heb ik 6 jaar gehad. Ik hou echt van Imme. Peter sowieso, want mensen, eigenlijk niemand begreep Eco en hij heeft gewoon altijd filmpjes altijd gemaakt en zo. Rodney voor alle lekkere broodjes. Bart Zeebeek natuurlijk, die heb ik 5 jaar gehad. Wil ik ook nog even bedanken. Sander Kruse, zo'n lieve docent. Jammer dat ik hem maar 2 jaar heb gehad. Patrick, want we hebben heel veel nieuwe Latijnse woorden van hem geleerd. En Youssef natuurlijk. Oh, Youssef. Joep en Merel en Tessa en Marco. Gewoon iedereen eigenlijk. Ik zou eigenlijk gewoon iedereen willen bedanken. Ik heb echt nog nooit ergens geweest waar zoveel goede docenten zitten. Ik sowieso de hele jaarlaag bedanken. Het was gewoon superleuk, weet je. Dus gewoon iedereen. Ja, nee, ik ga het echt heel erg missen. Hier en alles. Doei. We willen onze zesde klassers nog veel succes wensen met de afronding van de examens en hopen op een goed resultaat. Onze vijfde klassers waren onlangs naar Rome. Misschien wel de belangrijkste en indrukwekkendste week van je Barletjournaal-carrière. Ook het Barletjournaal was dit jaar mee naar de eeuwige stad om het verslag te geven van de reis. Wat is je lievelingspizza-topping? Blauwe kaas. Oeh, tukjes. Vroeger was het Hawaii. Ja, dat is heel erg slecht. Maar ik ben nu vegetariër, dus nu is het mozzarella en wortels. Waar kijk je het meeste naar uit op de reis? Nou, ik heb gewoon heel veel zin om het gewoon leuk te hebben met mijn vrienden. En het is natuurlijk ook een lange reis, dus wat voor snacks hebben jullie meegenomen voor op de trein? Nou, echt fucking veel. Ik heb crackers, broodjes, energy voor als het zwaar gaat worden. Ik wil niet meer. Van 10 mensen in 1 café. Ik ben zo echt niet meer heen, hè. Een haas voor 4 punten. Informatie uitwisselen. Geen excuses. Geen excuses. Ja. Yeah.
Berlin. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ja. Voor de leerlingen die aardrijkskunde kiezen, is er in de vijfde nog een belangrijke buitenlandse reis. De excursie naar Luxemburg voor geologisch en bodemonderzoek. Voor het journaal is dit een primeur. Wij brengen jullie vandaag voor het eerst een impressie van deze expeditie. Veel plezier. Tot slot zijn onze reporters Kiki, Nino en Nadir het gesprek aangegaan met een aantal van onze geliefde docenten. We stellen ze een paar persoonlijke vragen over zichzelf en het werk op school. Durven ze te antwoorden? Wat is je guilty pleasure? Nou, ik ben een Swiftie. Ik ben groot fan van Taylor Swift. Ja, ik durf dit eigenlijk dus niet hardop te zeggen. Wheeler Dealer. En in Wheeler Dealer worden er oude auto's gekocht. En die worden dan vervolgens weer helemaal opgelapt. En daarna worden ze met winst verkocht. Althans, dat is het idee. En het is zo'n programma dat duurt een half uur. En het is elke keer hetzelfde. En toch vind ik het heerlijk om te zien. My guilty pleasure, I'd love to say it's something like chocolate or chips. But no, it's red wine. It just is. Boeken lezen met een goed glas wijn in de kroeg. Geen alcohol voor je 18e kinderen. Wat is je gênantste jeugdherinnering? Als klein basisschoolkind ging ik dan met twee andere vriendinnetjes, ging ik meisjes uit mijn klas, ging ik bellen. En dan ging ik een beetje zo'n stem opzetten. En dan zei ik, dit is Milan, wil je verkering met me? En dan zeiden al die meisjes zo van, ja, we willen verkering met je. Ja, gemeen hè? Echt veel te gemeen. Dus op een gegeven moment, ergens in de loop van die week, kwamen ze er dus dan wel achter dat ze geen verkering hadden met Milan. Gecanceld op Barlea's Twitter. Gecanceld. Oh. Ik denk dat ik 8 was of zo. En toen had ik een rolletje kauwgom gejat uit de supermarkt. En ik was gesnapt. En toen moest ik mee naar het bureau. En toen moest mijn vader me daar ophalen. Voor welk klein dingetje kan je nog best wel bang zijn? Ik ben ontzettend bang voor spinnen. Hoe klein ze zijn, hoe groot ze zijn, maakt niet uit. Bananas. Honestly, I find them terrifying. I don't like the texture, or the smell, or the color, or the shape. I don't like anything about them. Everything is wrong with a banana. I hate them. And I'm scared of them. Don't do drugs, kids. Welk foute nummer vind je alsnog heel leuk? Ja, kijk, je hebt natuurlijk nu echt wel foute artiesten. Maar R. Kelly kan eigenlijk niet meer, hè? Kindertjes is een hele foute man. Michael Jackson, ook een hele foute man. Maar You Rock My World is toch wel heel erg fijn nummer. I'm very much feeling Barbie Girl by Aqua at the moment. It's just a classic. It will never die. It will always be brilliant. Dat was het alweer voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken naar Parlay Journal. Voor het einde van het jaar zijn we nog één keer terug met een nieuwe aflevering. Wil jij meehelpen aan de productie? Laat het ons weten via Insta. Of stuur een mailtje naar journaal@parleus.nl. Tot de volgende keer.